Wat is volgens jullie het imago van mbo'ers? En jij verdient een beker. En jij verdient een beker. Om het vakmanschap te vieren en een nieuwe generatie vakmensen in het zonnetje te zetten, zijn we vandaag op Skills the Finals. Het evenement waar ruim 700 finalisten strijden om kampioen te worden in hun vakgebied. Ik ben benieuwd naar de mensen achter de beroepen. Wat drijft ze en hoe zien ze hun toekomst? Waarom is dit evenement nou belangrijk? Ik zie gewoon een terugloop in de beroepsopleidingen. En hoe krijg je dat veranderd? Ja, door aan dit soort dingen te participeren. Mijn generatie, als je dat zo mag zeggen, heeft heel veel tegen zijn kinderen gezegd, ze zo hoog mogelijke opleidingen volgen en de beroepen wat minder, zeg maar. En je merkt nu dat ze toch wel achterkomen dat ze die vakmensen missen. Dus ik denk dat nu het wel in de aandacht komt en dat er meer waardering voor gaat komen. Vind jij dat er genoeg aandacht is voor het vakmanschap in Nederland? Het is zeker fijn met zo'n evenement om te laten zien hoe mooi beroepen zijn waar je niet echt een hoger studie voor nodig hebt. Ja, ik zou dus nooit wakker willen worden omdat je echt heel vroeg op moet, heb ik geleerd. Daar wen je uiteindelijk aan. Ja? En dan moet ik om 2:30 opstaan. Mij niet wel hoor. Hier is de finale verpleegkunde bezig. Een beroep wat natuurlijk veel meer aandacht verdient. Want er zijn 2 acteurs bij en er is 1 finalist. En dan zitten er ook nog 2 beoordelaars. En dan ja, je moet je gezicht ook maar in de plooi houden, want het moet allemaal net echt zijn. Gaat niet zo goed met de jongen, dus we wensen hem veel sterkte. Als ik deze nou aan jullie geef, hè? Waar hebben jullie die dan voor verdiend? Omdat ik gewoon een supergoed jongen ben, doe ik mijn best op school. Wat vind jij mooi aan het beroep gymleraar? Gewoon dat je kinderen of wat oudere mensen misschien wel, dus gewoon lekker fit laat blijven, lekker laten bewegen. Waarvoor verdienen jullie die beker nou? Ik denk dat ik het wel kan maken in mijn leven, dus ik denk dat ik die beker wel verdien. Even inzoomen, want het is allemaal met zo'n details en zo, het is echt leuk. Hoe gaat het, Koen? Koen, die zit helemaal in de wedstrijd. Mag ik even bij jullie in de podcast? Ja, tuurlijk, zeker. Wat is volgens jullie het imago van mbo'ers? Hele belangrijke mensen eigenlijk voor de samenleving. Ik denk dat het heel erg onderschat hoe belangrijk mbo'ers zijn. Het begint al achter. Het is eigenlijk een CITO-toets, want je krijgt al zeg maar eigenlijk een soort van bepaling. Oh, jij hoort in dit vakje en jij hoort in dat vakje. Ik denk dat er vooral door de mensen die dan wat hoog opgeleid zijn, zoals ze dat zeggen, denk ik dat er een beetje neer wordt gekeken op mbo. Terwijl ja, mbo is in principe de basis van onze maatschappij. Hoger opgeleid, zoals ze dat noemen. Ik vind die term een beetje slaan op een soort van divisie, dat je mensen eigenlijk in een soort groepje plaatst. Terwijl mbo, die kunnen net zo ver komen als mensen die naar universiteit zijn geweest. Als ik zeg, ik zit op een mbo, oh, dus dat is niet serieus. Oh, dus je kunt wel skippen. Oh, dus je hoeft niks te doen. Het wordt heel erg onderschat. Maar wat zullen we daar nou eens aan veranderen en hoe gaan we dat doen? Want ik heb het gevoel, of ik, daar heb ik dus zelf ook mee gestruggeld op school, is dat er eigenlijk weinig wordt gekeken naar het individu, maar meer naar wat jij kan presteren. En ik denk dat we van dat stigma af moeten en eigenlijk iedereen een soort persoonlijke behandeling geven om te kijken van oké, wat past bij jou. Ja, en jij verdient ook een beker en jij bent de winnaar. En hij is ook een winnaar. Ik heb vandaag echt met superveel verbazing rondgelopen. Wat een toffe mensen, wat een vakmensen en wat een talent. Dat verdient nog meer waardering en heel veel aandacht. Wil je meer weten? Check dan onze andere video's.